Like deze video voor extra geluk. Vandaag sta ik op het punt om naar een verlaten gebouw, villa, iets te gaan. En er zit een heel eng verhaal aan verbonden. Dat ga ik nu nog niet delen, maar wat ik wel ga doen is de ligging even laten zien. En dan heb je waarschijnlijk al een idee waarom ik zo zenuwachtig ben. Want deze villa ligt niet in de bewoonde wereld, maar ligt letterlijk compleet afgelegen in een bos. Oké, ik ben zo goed als bij de verlaten locatie. En ik moet zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig. Op het verhaal van deze locatie kom ik zo meteen. Ik heb wat minder geslapen de afgelopen nachten, sinds ik veel vlog. En ik zag dit liggen in de supermarkt. Geen promotie. Het is een product wat ik nog nooit heb gezien. Milka koekjes met Oreo vulling. Ik ben moe. Ik heb energie nodig. Ik denk dat dit gaat helpen. Oké, man. Wat? Wacht even, man. Hé. Hey. Er lijkt even alsof er een hap uit is genomen. Dat wil ik niet. Kijk, ik ben echt heel benieuwd hoe het smaakt. Ik hou van milk en chocolade. Een soort van Oreo spreekt voor zich. Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat het van die zachte American cookies zouden zijn. Maar dat zijn het niet. Ze zijn heel hard. En de Oreo-vulling is te zoet voor mijn hersenen. We gaan naar de verlaten locatie. Leuk om een keer geprobeerd te hebben. Niet echt voor herhaling vatbaar. Tenminste, tenzij je elke dag naar de tandarts wilde. Let's go. Oké, het ziet er naar uit dat we bij de ingang van de villa terecht zijn gekomen. De poort staat een soort van open. Ik acht dat toegankelijk. Alleen, oh my gosh, is dit wat ik denk dat het is? Dit is letterlijk al een keer afgezet door de politie. En dat kan kloppen, want mijn verhaal zegt precies hetzelfde. Of tenminste, niet zozeer mijn verhaal, maar het verhaal wat ik op het internet heb gelezen over deze villa. Er is namelijk een reden waarom dit huis in the middle of nowhere ineens verlaten is. En dat heeft te maken met een soort van creepypasta. En zelfs aan de voordeur zie ik letterlijk stickers van de politie. Wat dus inhoudt dat dit inderdaad is afgezet. Oké, ik ga proberen iets dichter... Oh my gosh, ik schrok. Ik ga proberen iets dichterbij te lopen om te kijken wat er precies staat. Hier, politie, politie. Het is inderdaad afgezet. Oh... My gosh, dit is zo ongelooflijk eng. Ik ga jullie het verhaal nu nog besparen, omdat de video anders misschien iets te eng wordt, zoals in het begin. Maar ja, is er een manier om binnen te komen? De voordeur is namelijk niet toegestaan. Het is dus echt een gigantisch huis. Het is letterlijk een villa. Een verlaten villa. En zoals jullie kunnen zien, de ramen, de deuren, het staat allemaal een soort van open, maar ook weer niet helemaal. Wat ik natuurlijk wel eventjes kan doen, is een soort van eromheen lopen, om te kijken of er een alternatieve ingang is. Alleen het verhaal wat ik dus heb gelezen, en de reden waarom dit verlaten is. Oh my gosh, ik ben echt bang dat ik ineens iemand zie, toch? Even kijken. Oké, dit ziet eruit als een of andere kelder. Ugh. De reden waarom dit verlaten is heel creepy. En zelfs aan deze kant is het overduidelijk afgezet door de politie. En dat is niet zonder reden. Kunnen we misschien via de achterkant iets vinden? Oh my gosh, dit is ook afgezet. Waarschijnlijk was dit raam even geleden nog helemaal... Momentje hoor. Is dat een ingang? Ja, we hebben een ingang gevonden. Je maakt een grap. We hebben letterlijk een ingang gevonden. Ik weet alleen niet of het verstandig is om hier naar binnen te gaan. Niet alleen het verhaal is heel eng, maar alle signalen die ik krijg, is dat het echt beter soort van afgezet is dan de meeste verlaten dingen. Oh snap, dit is creepy. Durf jij niet naar binnen, bro? Nee, echt niet. Jij wel? Ik weet niet of ik naar binnen durf. Het is te donker, man. Het is wel inderdaad heel erg donker. Als je om wat voor reden dan ook zou willen ontsnappen, dan zit je met dit ding. Dan moet je er dus heel snel onderdoor slijden. En ik ben daar echt geen... En ik ben daar echt geen fan van, dus. En zoals gewoonlijk bij verlaten gebouwen is ook dit helemaal gewoon weer door de natuur overgenomen. Er is een reden waarom ik eigenlijk niet naar binnen durf. En dat is omdat, ongeacht dat dit al zo lang verlaten is, zie ik daar twee schoenen op de trap staan. Alsof hier gewoon iemand binnen zit. Misschien is het sowieso verstandig dat we een lamp hebben of zo. Wacht, check anders eerst die kant. Dat we niet ineens in onze rug verrast worden of zo. Dat er een monster is of iets. You never know. Is daar iets, hou ik deze kant in de gaten dat daar niks vandaan komt. Maar wacht even, laarzen. Hoe bedoel je? Van iemand die hier misschien nog is? Want dat verhaal wat ik op internet heb gelezen, dat is niet zo veelbelovend. Oké, ga je gang. Ik volg je direct. Oh, wauw. Kijk, er staan inderdaad twee laarzen. Alsof daar recent nog iemand is geweest. Oh, dat is zo eng. Durf jij naar boven? Ik zie er letterlijk licht schijnen, broer. Er schijnt licht. Je hebt daar ook letterlijk een keuken. En daarboven... Gast, oh, hoor je dat? Gast, hoor je dat? We kiezen ervoor om weg te gaan. En dat om de simpele reden dat ik het verhaal van deze verlaten villa net een stukje enger vind dan de andere verhalen. Maar genoeg likes wil ik hem best een keer in de vlog vertellen. Natuurlijk was er een ingang. Anders kon ik niet naar binnen. Ik had niks overgeduwd of zo. Maar het is misschien een verstandig idee om weg te gaan. Oh, yes. Dat zag er in mijn hoofd cooler uit dan dat het is. Ik ben ingecheckt in een hotel. En het is een mooi hotel. Alleen, ik kwam net binnen en het grappigste ever gebeurde. Ik moet echt de hele dag op plassen, want ik ben een mens. En ik kom dus wel binnen en ik was helemaal door die camera aan het rennen van... Toilet, waar is het toilet? Totdat ik dacht, een toilet bevindt zich meestal op de badkamer. Het is een beetje raar als gewoon hier zo naast het. Stel voor, dit is het toilet. Dat is een beetje raar, want dan slaapt iemand daar. En dan hoor je ineens... Sorry, ik ben gewoon niet zo goed in plasgeluiden. Maar in ieder geval, ik dacht, ik moet in de badkamer zijn voor het toilet. Dus ik open de badkamer, hè, de douche, de spiegel. Waar is het toilet? En ik raakte in paniek. Weet je, ik dacht van, dit kan niet. Dit kan niet. En waarom raakte ik in paniek? In de gang, hier buiten mijn hotelkamer, zag ik dat ze een toilet hadden. En dat is best wel uniek voor hotels. Want dit hier en dat daar zijn alle kamers. En dan ineens is hier een toilet. Waarom? Je hebt toch een toilet op je kamer? Dacht ik. Dus toen ik die niet kon vinden hier op de badkamer, dacht ik, nee! Ik heb gewoon letterlijk geen eigen toilet. Maar toen opende ik dit en zag ik een toilet. Dus lang verhaal kort, er is een toilet. Het nadeel is alleen wel... Je kunt hem letterlijk niet dicht doen. De deur blijft gewoon open gaan. Dit is echt de allerslechtste toiletdeur ever. Maar voor de rest, ben ik hartstikke tevreden. Waarom heb ik hem nou weer op?
Oeps. En denk ik me hier wel te kunnen vermaken. Laatst heb ik voor de grap de slechtst beoordeelde hotelkamer in Antwerpen geboekt. En deze keer leek het mij grappig om de goedkoopste hotelkamer in Antwerpen te boeken. Met een maar, namelijk midden in de stad. Meestal zijn die namelijk echt heel duur en beginnen ze vanaf 100 euro. Deze kamer rond de 50. Dat is best goedkoop. Dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Het is een experiment. Maar to be honest, ziet het er al met al best wel goed uit. Het is niet de allergrootste kamer, maar dat hoeft ook niet. Vooral niet omdat ze meestal twee keer zo duur zijn in de binnenstad. Mooi tv'tje, mooi bedje, mooi lampie, mooie jongen. Dat is een grapje. En zelfs het uitzicht kan er op zich wel mee door. Het is altijd druk in Antwerpen. Alleen dat de toiletdeur niet dicht kan, op geen enkele manier, dat is wel echt heel erg naar. Stel voor iemand zit daar binnen en die is het ding aan het doen en het stinkt, dan komt alle lucht eruit. Sorry voor de details. Dus al met al ben ik best wel tevreden met deze goedkoopste hotelkamer in de binnenstad. Ja, wat, ik heb gewoon dorst. Oh my gosh, het is lift, man. En ik ga er vandoor. Doei. Ik ben ontevreden met dit hotel. De airco is stuk. Ik bel net de receptie op. Ik zeg, hoi, de airco doet het niet. En hij zegt zo van, ja, klopt. In geen enkele kamer. En ik ben weer zo van, oké. Maar hoe moest ik dat weten? Meer van, ik vind het echt niet erg. Als bijvoorbeeld het toiletpapier op is. Of het bed is een beetje te hard. Maar het is loei en loei warm op deze kamer. Het is 27 graden. En de airco, die doet het niet. En het nare vind ik altijd. Dit soort dingen hoor je uiteraard pas wanneer je hebt geboekt, betaald en in je kamer bent. Ik heb er echt zo'n hekel aan. Om puur omdat nu denk ik zo van, ja, oké. Het was een experiment om de goedkoopste kamer in de binnenstad te boeken. Maar dat wil niet per se zeggen dat omdat het wat voordeliger is, dat de helft stuk mag zijn. Toiletdeur wil het niet dicht. Airco doet het niet. Wat is het volgende? Dat mijn hoofd kapot is? Dat is hij al. En dit is de airco. Je hebt hier dit, zeg maar. Dit is een of ander stappenplan of zo. En nu zou ik alleen maar op de aanknop moeten drukken. En dan zou hij het moeten doen. Maar op geen enkele manier krijg je die dingen aan de praat. Oh, wat is dat vervelend. Ik heb een shirt aangetrokken. Ik heb net wat boodschappen gedaan. En het leek me leuk voor de vlog om gewoon dingen te halen die ik normaal nooit haal. Maar die ik wil testen. Nutella biscuits. Ik ga eerlijk zijn, dat klinkt best wel goed. Oh, snap. Deze zijn wel hella cute. Dit alles is trouwens geen promotie. Ik wil gewoon gekke dingen proeven. Let's go. Kapot lekker. Ik heb echt best wel trek, toch? Dat is gevaarlijk, hè? Boodschappen doen wanneer je trek hebt. Moet je eigenlijk niet doen. Ook geen eten bestellen wanneer je echt heel veel honger hebt. Want je gaat dan echt veel meer nemen dan je eigenlijk op kan. Dit is amazing. Zo'n koekje met Nutella, wat wil je nog meer? Ik zou deze een 8 geven, man. Ik denk dat ik misselijk ga worden, man. Mini salami. Geen idee of ze dit in Nederland ook hebben. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Oh my gosh, wat? Deze dingen kosten echt 10 cent per stuk of zo. Oké, ik ben benieuwd. Mini salami. Kapot lekker. Ik ben een simpele jongen. Je kunt mij tevreden stellen met eenvoudig eten. Wie had dat ooit gedacht? Dat je gelukkig kunt zijn van goedkope salamiworstjes op een hotelkamer zonder airco. Ach, je kan er wel vanaf, man. Ik heb deze letterlijk gehaald omdat ik de kleur een soort van super uniek vind. Het is een beetje Shrek groen. Blauw. Weet ik veel. Let's go. Oh man, dit is lekker, man. Ik vind het altijd een beetje eng, toch? Je zou zeggen, dit is super gezond. Maar het smaakt gewoon mega zoet. Zo'n achtje, man. Deze twee is golden combo, hè. Oh my gosh. Wil deze nieuwe chips ook proeven? Dit is de allerheetste barbecue chips die er is. Nieuw. Mijn maag vindt dit niet leuk, hè. Oh, deze gaat kapot heet zijn. Ik heb laatst echt de grootste scam ooit meegemaakt. Ik was in een hotelkamer en ze hadden zeg maar zulke bakjes met Pringles. Ongeveer 1/3 van deze. 4 euro. Besef je dat? Maar die hotels die zijn slim. Ze verkopen dat namelijk echt tot 6 uur ochtend. Dus als jij s'nachts even een chipje wilt eten, alle winkels zitten dicht. Dan kun je het alleen daar krijgen, in de hotellobby. En dan kunnen ze ervoor vragen wat ze willen. Want je koopt het toch wel. Ik niet trouwens, ik heb gewoon gewacht tot de volgende ochtend. Ik heb de gordijnen open voor het licht. En ik zie letterlijk gewoon twee dames echt zo naar mij kijken van buitenaf. Wat is die jongen aan het doen? Tegen wie praat hij? Hey, dit moest ik meenemen toch? Kijk hoe lijp dit eruit ziet. Het is een bakkie chips met een hoedje van salsa. Zeg maar, ik ben niet echt snel iemand die iets koopt voor de verpakking. Maar hier kon ik het niet laten, man. Let's go. Oké, chippies. Deze was trouwens ook echt heel goedkoop. Het was 1 euro. Maar dat wil niks zeggen, man. Misschien is het alsnog kapot lekker. Dus we gaan het gewoon proeven. Let's go. Die saus. Het smaakt letterlijk naar barbecue saus met stukjes barbecue. Dat klinkt een soort van raar, man. Oké, denk misschien van, joh, dat is een kiwi, dat is niet raar. Nou ja, ik las laatst op internet dat er letterlijk een groot gedeelte mensen is die de kiwi eet met schil. Wat ik me echt niet kan voorstellen, want dat is gewoon harig, toch? Het is gewoon alsof je een kat aait. Maar ik ga het voor de eerste keer proberen, let's go. Dat is echt smerig, man. Ik heb echt het idee alsof ik heb gezoend met een snor en dan fruit eet. Nee, man. Wie dat heeft bedacht is echt niet... Nee. De kiwi in 7, de manier van eten in 1. En aangezien het hier al even warm is als een tropisch eiland... Kokosnoot. Ik weet niet waarom, man. Zeg maar, vroeger in cartoons, als ik een kokosnoot zag, werd ik echt hype, man. Dacht ik van, ja, man, dat is super lekker. Dat melk is vast heel lekker. En nu wil ik het zelf proberen. En hoe ga ik hem open krijgen, bro? Ik heb niks. Misschien dat ik er wel een klein scheurtje in kan krijgen. Bro, dit ding is insane hard. Oh. Hey, het is gelukt, man. Let's go. Het smaakt alsof ik trouw op een onbewoond eiland. Oh, ik smaak het potlood. Ik dacht echt dat het niet ging lukken. Het was wel een ervaring en de winnaar is... Nutella! Nee, ik denk de chips. De chips is de winnaar. Hey, er staat een step! En hier wou ik een leuk stukje opnemen. Maar het ging fout. Ik wou mijn camera op een coole plek neerzetten en hij is gevallen. Tot de volgende vlog. En een volgende camera. Adios.